ecce agnus Dei, ecce qui tonis peccata mundi. Siet lam Vos, dat de zonden van de wereld wegneemt. Domine ante Deus, voor mijn God. Corpus Dominum Christus, vitae mai eterna. Amen. Het lichaam van Christus is het eeuwige leven. Vincenzo. Benvenuto, Alfredo. Siediti. Grazie. Cosa vuoi bere? Vino. We gaan met de familie in Italië. Goed. Prego. Grazie. En begrijp dat jij ook uitbreiding krijgt van de familie? Klopt. Nog een paar maanden. Gefeliciteerd. Grazie. Salut. Salut. Familie. Ik zou ook graag nog wat zakelijks met je willen bespreken. Ik vertrouw Mario mijn leven toe. We kunnen zaken bespreken. Oké. Vincent, ik heb de laatste tijd wat tegenvallers gehad. En ik zou heel graag jouw financiële hulp willen hebben om de boel weer glad te krijgen. Ik heb je boekhouding doorgenomen. Je draait verlies. Precies. En daarom heb ik jouw hulp nodig om weer een stijgende lijn te krijgen. Dat begrijp ik. Maar ik ga je geen geld lenen. Ik wil je bedrijf. En Mario en Sofia gaan de lijn overnemen. Ja. E tutto ciò che Vincenzo La Rosa desidera deve accadere. Anche se deve sparire uno membro della famiglia. Credo tu sia un membro della famiglia La Rosa. E se continui a parlarmi in quel modo, sparire di certo un familiare. Ci siamo capiti, Alfredo? Natürlich, Don Vincenzo. Is er nog iets anders? Ja, Sofia wil nog iets met jou bespreken. Zakelijks? Denk het niet. Roep hem maar naar binnen. Ja.
Hey, Sophia. Je kan bij je broer terecht. Oh, fijn. En jammer. Tommy, heb je mee mogen naar Vincent? Ja. Ja. Wanneer is Vincent klaar? Hierna. Daarna kom hij terug naar Vrijs. Ja? Hey. Hey. Hi. 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 Ga zitten. Wat vind je van het feest? Ja, echt heel erg leuk. Ik zie dat Daniel daar zijn zin heeft. Wat kan ik voor jullie doen? Meneer Larose. Wij zijn hier omdat wij heel erg veel van elkaar houden. En we zouden graag uw zegen voor ons huwelijk vragen. Tom, ik ben blij dat je op mijn zegen kon vragen. Sophia is heel belangrijk voor mij. Ik wil dat ze gelukkig is. Als mijn zus met jou wil trouwen, dan hebben jullie mijn zegen. Dankjewel. Met trots op je. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nog één ding. Ze heeft hard gestudeerd. En ik wil dat ze blijft werken. Ja, natuurlijk. Ik ben een hele moderne man. Ik vind eigenlijk juist dat ze moet werken. Mooi. Welkom in de familie. Dankjewel. Geniet van het feest. Nog iets anders? Eva, wacht op je. Hey, jongen, ik was hier. Hoppakee. Vind je het feest? Mooi, pap. Ik heb mooie cadeaus gekregen. Ja? Ja. Gaat niet alleen om de cadeaus zitten? Jawel. Loop. Mevrouw de Roos, hè? We gaan deze dansen. Mijn vader had gelijk. Ik heb de allermooiste vrouw die ik kan verzinnen. Het was wel druk vandaag. Sorry, lieverd. Ik kon er niks aan doen. Wanneer heb je tijd voor je gezin? Voor mij? Ik beloof je dat we binnenkort samen iets leuks gaan doen. Jij en ik. Gaan we met de baby? Goed. Hij schopt. Hij? Oh, ik hou zoveel van jou. Hey, mam. Alles goed? Even een drankje voor het slapen gaan. Doe met je mee. Wat is er? Ziek. Ernstig? Het is bijna al 35 jaar geleden dat je vader en ik hier kwamen. Begonnen met wijnen.
Je vader heeft de zaak beetje bij beetje weten op te bouwen. Toen ik hier kwam, miste ik Cecilia. Ik wist dat we het met ons mooie gezin zouden redden. En nu? Ik mis je vader. En Cecilia. Mam, die is je thuis. Ik beloof je dat ik voor de beste zorg ga zorgen. Casa? Sì. Questo è l'indirizzo che mi ha dato Michele. È grande, no? Cosa ti fa preoccupare? Non importa. Ce la caveremo? Ti ho promesso che avremo una bella vita qui. Abbiamo una bella casa. E il resto verrà da sé. Fidati. Zo. Wat kan ik voor je doen? U bent vorige week bij mijn broer geweest en heeft overeenkomst met elkaar gesloten. Deze heb ik op papier gezet en ik zou graag willen dat u dit ondertekent. Sophie, als ik dit onderteken, dan ben ik mijn bedrijf kwijt. Dat klopt. Volgens uw boeken was u al failliet en u bent voor hulp naar mijn broer gegaan. Wij zien echt heel veel mogelijkheden in het bedrijf, ja. Maar we willen wel op onze eigen manier doen. Alfredo, vuoi che questo bedrijf esiste ancora? Als je deze deal niet doorgaat, Vincent zou echt niet blij zijn. Het zou voor uw naam ook niet goed zijn. Gefeliciteerd, oom Fredo. Vanaf nu heeft u geen financiële schulden meer en het bedrijf in de handen van de familie. Dank u wel. Arrivederci. Buona giornata. Ciao. Ik heb een rode wortelneus.
beetje voorzichtig, ook voor de baby. Alles gaat goed, Anna. Is het ja? Heeft Vincent jou niks verteld? Waarover? Over mijn gezondheid. Heeft hij daar niks over gezegd? Het is een gele kleine... Schat, ik ben even met oma aan het praten. Nee? Wanneer hebben jullie dat besproken dan? Een paar dagen geleden, na het feest. Ja, jouw zoon bespreekt niks meer met mij, dus nee, ik weet daar niks van. Dan moet je even goed luisteren, Eva. Vincent heeft de positie van zijn vader over moeten nemen. En hij heeft heel veel aan zijn hoofd. Hij kan dat toch gewoon zijn vergeten? Zo laat thuis? Het was druk. Wanneer was je van plan mij te vertellen dat het zo slecht gaat met je moeder? Mama heeft een paar dagen geleden verteld. Ik wil daar even mee wachten. Waarom spreek je niks meer met mij? Bepaal jij dit soort dingen allemaal zelf en moet ik het dan maar oké vinden? Eve, wat is er? Waarom doe je zo? Weet je nog wat je mij hebt beloofd op onze trouwdag? Dat alles hetzelfde zou blijven. Jij bent zo veranderd. Eve, binnenkort gaan we samen iets doen, oké? Het leven is te gevaarlijk, Vincent. Lieverd, ik heb alles onder controle. Denk je nou echt dat ik jou en ons gezin iets laat overkomen? Ik trek het niet meer. Eve. Je ontglipt me steeds meer en meer. Lieverd, ik weet dat de laatste tijd veel opgewerkt en dat we weinig met elkaar zijn. Je bent niet meer de man van wie ik ben gaan houden. Lieverd, ik beloof je dat alles anders wordt. Nu ben ik klaar mee. Klaar met alles. Met de geheimen, de familie, met jou, met het kind. Wat zeg je? Neem dat terug. Nee. Ik wil als je vertrekt. Nu meteen. Daniel gaat met mij mee. Daniel blijft hier, dat is mijn zoon. Ik ben zijn moeder. Het recht heb je jezelf net ontnomen, heb je dat begrepen? Thank you.
Ja, goedendag. Ik spreek met Alfredo Caruso. Ik wilde graag aangifte doen van een fraudezaak. En ik denk dat ik interessante informatie heb over iemand die bij jullie op de radar staat. Oké, kom ik er nu aan. Meneer Caruso. Dag. Ik ben regisseur Simons. Regisseur Remmers, gaat u zitten. Dank je. Koffie? Nee, dank je. U wilde aangifte doen van fraude. Wat kunt u ons vertellen? Ja. Ik wilde inderdaad aangifte doen van fraude. En ik heb ook interessante informatie over Vincent La Rosa. Vertelt ons het hele verhaal maar. Rustig gaan doen, hè? Scrocker cosa fa? Dove va il cucino? Sì, va bene. Venire, kijk. Wie is dat? Non lo so. Daniel? Ja? Wil je naar je kamer gaan? Oké. Hij lijkt sprekend op jou, Vincent. Hij is slim. Hij is ook koppig. Ja, net als zijn vader. En zijn opa. Hoe voel je? Die pijn die blijft. Hé, hey, waar maak jij je druk om? Niets bijzonders. Ik heb alles onder controle. En Eva? We zullen zien. Nou, wat zij heeft gezegd is onterecht. Je bent een goede man en je vader heeft echt de juiste keuze gemaakt. Grazie, mama. Oh, Sofia wil je nog wat vragen. Wat dan? Ze wil dat jij haar weggeeft in de kerk. Zeg maar dat ik het doe. Zal ik doen. Doe even naar Daniel. Vincent, ik weet het. Ik weet wat je hebt moeten doen. Ah, meneer de rechercheur. Hoe gaat het met u? Het gaat. Ik heb informatie voor je. Dat is mooi. Wat heb je? Hou je van vogels? Vogels. Er is een vogel die bij mij van de week kwam zingen. Wie dan? Ene meneer Caruso. Hij heeft informatie die hij wil delen over Vincent. Het vervelende is dat er een collega bij was. Zij wil deze zaak flink aanpakken. Ik denk dat je wat moet doen aan die Caruso. Ik ga achteraan. Dank je wel. Ik denk dat Vincent heel erg blij zou zijn met deze informatie. Maar als je iets nodig hebt, laat het maar weten, oké? Meneer Caruso, dank voor uw komst. Ik ben blij dat u er bent en dat u informatie voor ons heeft. Ja, natuurlijk.
Wat kunt u mij vertellen over de familie La Rosa? En dan met name over Vincent La Rosa? Ik ken Vincent al heel lang. Ik heb nog voor zijn vader gewerkt. Dat is mooi. Wat kunnen jullie mij bieden? Het is afhankelijk van wat u mij kunt bieden. Nou, ik denk dat ik u niet zal teleurstellen. En ik heb iemand die mijn verhaal kan bevestigen. Over wie hebben we het? Iemand die diep in de familie zit. Meneer Caruso. Fijn dat je kon komen. Ja, ik wilde... Wil je even spreken over Vincent? Vincent? Ja. Papa zei het altijd al. Het is een rat. Ja, Vin, laten we gewoon even ter zake komen. We moeten er gewoon achter zien te komen wie dit heeft gedaan en hoe we dit gaan oplossen. Heeft de officier een zaak? We moeten ervoor zorgen dat Caruso zijn getuigenis nietig wordt verklaard. Dove mai si trova? Alla sua casa, con la sicurezza. Poi gli ho fatto bicetta. Finn, als jij ervoor zorgt dat je verhaal verandert, dan zorg ik ervoor dat je naam wordt gecijferd. Heb je een mooie jurk? Ja, gekocht met mama. Dit komt goed, Finn. We gaan naar Caruso. Nu? Nu. Vincent. Heb je druk? Ja. Voor jou maak ik tijd. Ga zitten. Ik hoor dat je ergens mee zit. Waar heb je het over? Heb ik jou ooit in de steek gelaten, Alfredo? Nee, Vincent. Je weet dat ik veel mensen ken. En sommige mensen vertellen mij dingen die ik moet weten. Dus ik wil niet dat je liegt. Vertel gewoon de waarheid. Dat doen vrienden. Oké. Ik ben naar de politie gegaan. Dat was fout. Sorry. Zodra jij je verklaring intrekt, is er niks aan de hand.
Weet je meer over deze zaak? Zijn er nog meer mensen die iets willen verklaren? Nee. Nee. De officier van justitie, die had het over nog iemand. Ik weet alleen zijn naam niet. Excuse. Ik waardeer je oprechtheid. En dat je je woorden wil intrekken. Maar ik denk dat we geen vrienden meer kunnen zijn. Weet je? Wanneer een vriend de ander verraadt en diegene komt erachter, dan is de relatie stuk. Dan moet de verrader zijn eer hoog houden. En wanneer de verrader zijn eer hoog houdt, wordt er goed voor zijn familie gezorgd. Doe er wat mee. Moet er wat nog gebeuren? Ik heb mijn eigen plannen gemaakt. Ik wil wel dat je mijn toekomstige zwager in het oog houdt. Oké. Ernstig? Een gevoel. Check het. Als onze vriend goed heeft geluisterd, dan komt er geen rechtszaak. Kunnen wij gewoon doen waar we mee bezig zijn. En kan je via weg hebben bij de huwelijk. Heel lange dag gehad. Ja. Ja, ik heb bij Vincent gezeten. Het ding over de familiezaken en zo gedoe allemaal. Hoe gaat zoiets? Sorry, lieverd. Vincent heeft liever niet dat ik het daarover heb. En ik moet zakelijk en privé gescheiden houden. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik ben gewoon benieuwd hoe zoiets gaat. Zullen wij vanavond uit eten gaan? Lekker. Dan ga ik me voor frissen. Goed. Eva. Hi. Kom binnen. Ja. Hoe gaat het? Gelukkig goed. Waar is Daniel? Die is op zijn kamer. Oh, hey, schat. Hey, lieverd. Hey, lieverd. Wat ben je groot geworden alweer, hè? Echt, elke dag zie ik je groeien hoor, lieverd. Kom je dan? Ik kom voor mijn zoon. En ik wilde je dit geven. Dit is van mijn advocaat. Daniel, kom ik hier. Faremo alguna cosa di divertimento. Wat wil je mee? Ik wil het recht om mijn zoon mee te nemen. Denk je dat je kans van slagen hebt? Ik laat hem niet vergiftigen in dit huis. Je begrijpt toch wel dat ik de beste advocaat heb. En dat er verschillende getuigen hebben die kunnen verklaren hoe jij je ons ongeboren kind verwaarloost. Dat durf je niet. Ik geloof in je scheiden. Maar als jij dat wilt, dan ga ik ermee akkoord.
Maar mijn zoon blijft hier. Is ook mijn zoon! Gaat het? Mam! Oh, mijn god! Mam, ambulance! Mam! Hier links. Ja. Ik heb het mama trouwens zo mooi hier gekocht. Ik hoop dat jij hem ook mooi vindt. Oh. Oh, dat is al best, toch? En Vincent geeft me ook weg, hè? Dat is toch echt super lief van hem? Zeker. Wat is er? Nee, er is niks. Ik zie toch dat er wat aan je is. Zeg het gewoon. Wie was dat? Oh, iemand van werk. Dat is niet zo belangrijk. Ben je wel eerlijk tegen mij? Schat, laat me gewoon even. Je ziet dingen die er niet zijn. Lieverd, er is niks aan de hand. Het wordt ook alweer droger. Kom, ga. Regenboog. Sorry, wie bent u? Ik ben een man. We gaan u nu eerst onderzoeken en daar kunt u niet bij zijn. Gaat u maar eventjes hier zitten, ja? Jimmy, Vincenzo, kom eens. Het is jouw zusje, Sofia. Jullie moeten elkaar beschermen. Altijd. Hey Tom. Vincent. Mario. Klaar voor de grote dag? Ja, zeker. Voordat ik ging trouwen, zei mijn vader dat het huwelijk heel veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ook naar de familie toe waar je bij gaat horen. Ik ga mijn best doen. Ik heb iets gehoord dat ik hoop dat niet waar is. En dat is? Je bent met onze Italiaanse vriend gezien. Hey, als je nou gewoon de waarheid vertelt, dan vergeef ik je alles en trouw je morgen met Sofia. En daar blijft het dan bij. Ja. Ik heb met Kruse gesproken. Maar ik heb hem daar niks in verteld of gegeven. Dat wil ik nou horen. Dankjewel. Morgen wat een mooie dag. Echt waar. En Vincent.
Luister, ik krijg onze beide getuigen niet aan de telefoon. Weten jullie wat er aan de hand kan zijn? Geen idee, we posten bij Caruso die de deur niet uitkomt. En daarna is niemand van de LaRose's in de buurt geweest. Maar hoe kan dit? Het is het belangrijkste getuige in deze zaak. En die andere? Ja, die is nog bezig met zijn eigen trouwerij te organiseren. Wie neemt die op? Hou ze in de gaten, bel ze, zoek ze op. Remmers, ga jij alvast naar onze getuige? Kom er zo aan. Ja. Zoek haar ook zo op. Rosa. Wat doe jij hier? 700.000. Ik denk dat Tommy zich heeft bedacht. Okay. Loop ermee. Rustig. Adem in. Adem uit. Ga zitten. Wat is er gebeurd? Er is een telefoon hier op en ik kan hem gewoon ergens vinden. Ik weet dat je er nu niks aan hebt. Maar alles komt goed. Dat beloof ik je. Ik ben er voor je, je familie is er voor je, we houden van je. Ja. Pap, je telefoon gaat. Weer zo terug. Dankjewel, Daniel. Hallo. Ja? Kom eraan. Oké. Je moet weg. Het is Eve. Ben je op zoek naar de kamer van Eva de Rosa? Naar het einde van de gang en dan naar rechts. Meneer La Rosa. Hoe is het met ons kind? Meneer La Rosa, ik moet u iets vertellen. Uw vrouw heeft tijdens de bevalling enorm veel bloed verloren. Daarnaast traden allerlei andere complicaties op. Het spijt me ontzettend, maar we hebben uw vrouw en het kindje niet kunnen redden. Was het een jongetje? Ja. Het spijt me.